Het is een pluspunt dat de overheid heeft besloten om mensen met een beperking de financiële uitkering te blijven geven, ook na hun 60ste. Woorden van een blije Anil Kunj Bihari, voorzitter van Stichting Wang Okasi, die dit eerder zonder succes aan de regering had gevraagd. Hij zegt dat de uitkering van iemand met een beperking verviel als die 60 werd, omdat deze persoon in aanmerking zou komen voor de algemene ouderdagsvoorziening AOV. Met het recente besluit van de regering komt daar verandering in. Dus nu gaan ze die AOV krijgen plus die uitkering. En die groep gaat wel een stap vooruit maken. Omdat als je dan die 1750, nee, die 2500 SRD en die 1250 gaat berekenen, dan komen ze op 3750. En als je die 1800 erbij telt, dan zullen zij op 5000 zoveel komen. Dus die groep gaat wel een stap vooruit maken. Die komen dan wel rond die armoedegrens waar die overheid eerder vastgesteld heeft. Maar zoals ik eerder zei, die armoedegrens is nu helemaal hoger. Maar ik ben wel blij met het besluit dat die groep 60-plussers die uitkering blijft te behouden. De regering Santokki heeft besloten de verschillende financiële uitkeringen en financiële bijstanden te verhogen, inclusief versoepeling voor zij die daarvoor vroeger niet in aanmerking kwamen. Personen met een beperking die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, behouden hun recht op financiële bijstand voor mensen met een beperking. Personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, kunnen ook financiële bijstand voor mensen met een beperking en of zwakke huishoudens aanvragen.